Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 21 oktober. Er is vrij veel bewolking boven Nederland en er valt ook van tijd tot tijd regen. Het is een neerslaggebied dat van zuidwest naar noordoost over het land trekt. Vanochtend is er dus veel bewolking en is het zo'n 12 tot 15 graden, waar de matige tot krachtige zuid- tot zuidwestenwind die geleidelijk aan gaat aantrekken. Vanmiddag breekt de bewolking wat meer, maar kunnen er nog wel een aantal buien vallen, met name in het westen van het land. Ook gaat het hard waaien aan zee. En vanavond trekt de wind nog verder aan en neemt de buienintensiteit aan de kust nog verder toe. Er is dan ook kans op een klap onweer. De temperatuur ligt zo rond de 13 graden in de loop van de avond. Morgen is het een bewolkte en kille dag met maximum temperaturen zo rond de 12 graden. De wind die blijft stevig doorstaan en is vrij krachtig tot hard uit het zuidwesten. Pas in de avond wordt het in het zuiden wat droger. En ook na het weekende blijft het nog wisselvallig weer. Temperaturen gaan wel iets omhoog. Het wordt weer zo'n 14 tot 15 graden. En de wind, die zwakt geleidelijk aan af. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.